Want in het boek komt onder andere naar voren dat Van Gobbel een vader had die zijn moeder altijd sloeg en een moord op zijn geweten had. En toen Van Gobbel 14 was, pleegde zijn vader zelfmoord. Ja, degene die je op de wereld zet, daar blijf je altijd van houden. En mijn vader is mijn vader. Kijk, het is vroeg gebeurd. Hè. Het is eigenlijk voor mijn voetbalcarrière gebeurd. Het is echt in mijn jeugd gebeurd. Maar ik heb daar wel een drang door gekregen om steeds maar te willen presteren. Het beste uit mezelf te halen. En steeds maar door te willen gaan. En uiteindelijk heb ik gehaald wat ik wilde halen. Nou ja, en in een latere fase in je carrière komen dat soort dingen wel bij je terug. Omdat je daar niet goed afscheid van hebt genomen. Op Van Gobbel als voetballer was weinig aan te merken. De hardwerkende verdediger won vele prijzen met Feyenoord. Het was 2 landstitels, de UEFA Cup en 4 bekers. Hij speelde ook nog in de Premier League en op het WK in Amerika. Maar naast het voetbal was er wel vaak wat rond de persoon van Gobbel. Hij misdroeg zich bijvoorbeeld op het bordes bij het kampioenschap van Feyenoord in 1999. Er waren verhalen over het verduisteren van auto's en hij zou mensen hebben bedreigd van het CFK-fonds. Er zijn heel veel dingen in de media verschenen. Ja, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. Nou heb ik het opgeschreven en iedereen kan lezen hoe het zit. En hoe zien ze een Van Gobbel dan? Nou, ik hoop aan de goede kant. Hè. Dus ja, ik blijf mijn best doen. Ik geef nu training bij Feyenoord. Laat mezelf weer zien op een goede manier. En ja, zo wil ik het ook heel graag houden.